Wat zit je nou te praten, joh? Hey, joh. Ik heb namelijk een nieuwe pet. Yes. Hey. Ik heb een nieuwe pet. Best wel episch. Golden Hour Festival pet. Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Hier op dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe vlog. Ja, hier op dit kanaal. Hey. Het is vandaag weer een nieuwe vlog. Vorige week was er geen vlog, sorry. Ik had even geen zin en anders kwam er een vlog online. Waar ik niet trots op was. Gewoon, ja, best wel saaie vlog. Maar voor de rest heb ik vandaag eigenlijk ook niet zo heel veel te doen. Ik heb wel wat dingen te bespreken. Maar ik ga als eerst eventjes mijn computertje aanzetten. Yes. Het is vandaag weer super warm weer. Jemig. Ik heb net trouwens even lekker gedoucht. Dus dat is wel nice. Mijn haar is nog een beetje nat. Maar het is echt weer vet warm. Misschien wordt het dit jaar wel weer de warmste zomer. I don't know. Het is echt warm. Ja. Oké. Okay. Het is ook gewoon kut voor mij. Want de zon komt altijd aan die kant op. En mijn raam die staat meestal altijd open. Aangezien die stuk is. Zeg maar als ik deze dicht doe. Dan is er een grote kans dat die weer omhoog gaat automatisch. Kijk, daar gaat die. Ja, dat is gewoon kloten. Want in de ochtend komt hier dus de zon vandaan. En het schijnt dan op mijn bed. En dan heb ik het super warm. En ja, het is gewoon kut. Maar hè, als dat nou het ergste probleem is in mijn leven. Ja, dat is dan niet echt heel goed. Ik heb wat goed nieuws. En dat is dat ik een nieuw pakketje binnen heb. En ik heb hem al opengemaakt. Dit is eventjes waar het in zat. Ik heb namelijk een nieuwe pet. Yes. Hey. Ik heb een nieuwe pet, best wel episch. Golden Hour Festival pet. Dat is best wel nice, dus dat ik besteld. En hier is hij dan, de Golden Hour Festival pet. Van Kygo natuurlijk, best wel nice. Staat ook op de zijkant. Ja, Golden Hour Festival vond ik best wel leuk om deze even te kopen. Of te bestellen. Je kon ook een shirt bestellen, maar ik dacht, hey, ik doe alweer eens een pet. Want ik heb altijd deze op in de video's, dus nu heb ik ook deze. Dus kan ik soms eventjes switchen. Deze is ook al best verkleurd, zie ik. Deze is echt nog wit, maar deze begint echt geel te worden. Oef. Dat heb je wel altijd met witte petten. Misschien moet ik ooit een keer even zo eentje in het zwart bestellen. Ik zit dus even te denken, want dit logo is best wel groot. Misschien wil ik er nog eentje maken waarvan het logo wat kleiner is. En die dan in het zwart kopen. Dat lijkt me nog wel nice. Maar ja, waar ik dus achter kwam, het zijn dezelfde petten. Ze zijn gewoon van hetzelfde merk. Dus dat is best wel nice. Dit staat er dus in. En hier staat dat er dus ook in. Dus dan weet je al. Hé, al ga je naar jochemvis.nl. De petten zijn in goede kwaliteit. Dus dat is nice. Nee, maar dat vind ik dus best wel chill. Want dan, ja, het is gewoon dezelfde pet eigenlijk. Maar dan met iets anders erop. Dus dat is zeker nice. Dus ja, nu zal ik soms ook wel deze pet op hebben. In plaats van de ja, jochemvis pet. Helaas. Maar ik ga deze zeker ook nog wel vaak op doen. En deze natuurlijk ook. Voor de rest heb ik nog meer pakketjes binnen. En dat zijn deze pakketjes. En ik ga nog niet laten zien wat hierin zit. Dit is namelijk voor een aankomende video. En er komen nog meer pakketjes binnen. Maar deze zijn er dus al voor. Ik heb ze wel even geopend. Aangezien ik wou weten wat erin zat en of het goed was. Oh kut, daar stond mijn adres op. En anders blur ik die wel eventjes. Dus ja, dit zijn pakketjes die ik dus ook binnen heb gekregen. En als het goed is, komt er vandaag ook nog eentje binnen. Dus dat is best wel nice. Ook heb ik iets anders nog besteld. En dat is voor een testvideo. Dus dat is best wel grappig. Dus daar ga ik binnenkort ook nog even van kijken of het ook überhaupt snel binnen is. Meestal duurt het echt een maand voordat het binnen is. Maar daar ben ik dus ook nog eventjes mee aan het kijken. En ik ben ondertussen eventjes aan het inloggen op mijn computer. Jochem Vis, welkom. Yes. Yes, yes, yes. In ieder geval, er is helemaal niks te doen vandaag. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Minecraft Survival hoeft niet bewerkt te worden. Want morgen is natuurlijk de 26e aflevering van Minecraft Survival. En dan zitten we dus op de helft van het seizoen. Zitten we dus ook op de helft van 2020. En dat wordt een livestream. En dan gaan we naar de end. Ik ga het waarschijnlijk op Twitch doen. Dus volg mij zeker op Twitch. Linkje staat in de beschrijving. Ongeveer 7 uur gaan we live. En dan ga ik voor YouTube ga ik er dus nog een soort van compilatie van maken.
Dus dat wordt nog wel nice. En dat is dan de aflevering die dan, ik denk donderdag online komt, misschien vrijdag. Moeten we nog maar even kijken, maar woensdag zijn we in ieder geval live op Twitch. Dus volg mij daar zeker op. Voor de rest ga ik nog even wat andere dingen doen die jullie nog niet mogen weten. Dus ja, rip jullie, maar dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik ga nu ondertussen eventjes naar beneden. Want ik moet ook eten en dat soort shit. Een reden waarom ik mijn lamp toen had gekocht was zodat jullie konden zien in het donker. Nou, mijn lamp is aan het opladen, dus jullie zien nu misschien minder. Nou trouwens, het valt best wel mee. Jullie zien nog best wel ver. Maar we hebben hier zeg maar de gordijnen dicht. En aan de andere kant heb ik ze even een beetje open gedaan. Aangezien het anders helemaal donker was. We zijn nu weer bij de vogeltjes. Trouwens, we hebben de kooi weer hier neergezet. Look at them. Kijk, daar zijn ze. We hebben natuurlijk Benny. Benny, we zeggen echt te veel Benny. Het is eigenlijk Ben, maar ik zeg echt te veel Benny. En daar hebben we natuurlijk Hedwig. Hallo. Jullie zitten hier lekker te spelen. Wat zie je nou te kijken, joh? Hey. Hij wil alleen niet focussen, dat is echt jammer. Oh, nu wel een beetje. Hey, Benny. En daar hebben we natuurlijk Hedwig. Die zit nu een beetje te kijken, maar ze zaten even te eten. Dus dat was wel nice. Wat ik nog binnenkort een keer in de vlog wil laten zien is als de vogels eruit zijn. Heb ik wel al een keer op een livestream gedaan, een real livestream. Toen had ik de vogeltjes eruit gehaald en ze zitten me nu echt aan te kijken van wat de fuck ben je aan het doen. En toen gingen ze hierop zitten. Dat was wel nice. Ik kan wel even een clipje laten zien die ik toen heb gemaakt. Maar dat wil ik nog een keertje eventjes in de vlog laten zien. Dan heb je veel betere kwaliteit. Dat is wel nice, denk ik. Maar dat ga ik vandaag niet doen, want ze zijn er vanmorgen volgens mij al uit geweest. Want ik zie hier nog een klein beetje scheid liggen. Meestal ruimen we dat altijd op. Maar ik zie dat het hier nog ligt. Dus volgens mij zijn ze er al uit geweest. Wat zit je nou te praten, joh? Hey, joh. Nee, grapje. Maar dat wil ik binnenkort sowieso nog wel een keertje in een vlog laten zien. Ik ga even kijken wat ik ga eten en wat ik ga drinken. Ik heb sowieso knijter en gedorst, dus ik wil gewoon iets drinken. Ik doe wel eventjes melk. Weet je, why not? Ik ga natuurlijk weer voor de beste combinatie. En dat is natuurlijk lekker mozzarella met tomaatjes. Dat is echt heerlijk. Mozzarella met tomaatjes. Als je trouwens afvraagt waarom ik twee borden heb. Ik vind dat best wel chill. Dan kan ik hier zo gewoon mijn brood op leggen. En hier zo kan ik dan de mozzarella opsnijden. Dus dat ga ik nu eventjes maken. Oké, nou ja. De broodjes waren lekker. Ik dacht dat mijn lamp al opgeladen was. Bleek het dus dat ik hem de verkeerde som in had gedaan. De batterij tenminste. Dus hij is nu aan het opladen. Dus ja, mijn lamp is nog steeds uit. Helaas. Dat is een beetje naar. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik wou nog eventjes aan wat shit gaan werken. Voor muziek. Dus dat is nice. Daar wou ik sowieso nog aan gaan werken. En ik wou nog een paar dingen doen voor school. Dus dat is ook eigenlijk belangrijk. Voor de rest zit ik nog even over dingen na te denken. Voor de vakantievlogs. Of ik nog iets leuks kan doen. Iets leuks om te filmen. Want meestal gaan we natuurlijk naar het buitenland. Maar dat kan dit jaar helaas niet. Dus ik zit even na te denken. Of er nog leuke dingen zijn die ik kan doen voor de vakantievlogs. Daar ben ik nog even aan het nadenken over, zeg maar. Want ik vind de vakantievlogs altijd het leukst. En dat gaat nu niet door, dus dat is helemaal kut. Dat is gewoon helemaal kut. Ik ga even iets verzinnen of zo. I don't know. Oké, ik ben dus weer bezig geweest met muziek. Wat dus best wel nice is. Het programmaatje staat ook weer open. Dit is FL Studio 20, als het goed is. Dus dat is best wel nice. Er staat nu momenteel niks in, want ik ga het niet laten zien en zo. Dat doe ik pas als het nummertje uitgekomen is. Maar dat is dus best wel nice. Daar ben ik echt super lang mee bezig geweest. De lamp doet het wel weer. Hey, dat is nice. Lekker belichting. En ik zie nu weer zo'n vlek door de lamp. Maar ja, boeien. Dus dit was best wel nice. Ik ga nog even kijken of ik er nog mee verder ga of niet. Maar dat gaat dus best wel lang duren. Dus ik weet niet of ik nog veel ga vloggen vandaag. Maar moet ik maar even kijken. Dit is namelijk wel nodig, want ik vind het wel leuk om te maken. En voor jullie aankomende zondag komt er weer een nieuw nummertje. Dus dat is nice. Check het eventjes. Jochem Vis Music. Op Spotify, Google Play Music, iTunes... YouTube Music, wat heb je nog meer, al die shit. Zondag 12 uur staat er weer een nieuw nummertje op. En naar mijn mening het beste nummertje die ik ooit heb gemaakt. Dus daar ben ik wel hyped over.
En daar heb ik dus ook best wel veel zin in. Dus ik ben weer bezig met een nieuw nummertje, maar ik vind het best wel moeilijk. Ja, ik vind het best wel moeilijk zo werken. Maar oké, ik probeer het wel. Voor de rest ga ik daar dus weer mee verder. Dus dat is best wel nice. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Eerlijk, dit ziet er nog steeds best wel vet uit hoor. Ik vind het er nog steeds fucking episch uitzien. Alle brickheads die ik heb. Het ziet er echt nog steeds fucking episch uit. Ja, ik ben hier nog steeds best wel trots op. Hoe duur is dit? Ongeveer 600 euro zoiets. Ongeveer 60 poppetjes. Ja, fucking episch. Echt, ja, het ziet nog steeds fucking vet uit natuurlijk. Maar het is nu alweer veel later. Ik heb net nog even gelivestreamd, wat dus best wel nice was. Weer even een livestreampje. Oh ja, dat is trouwens wel waar. Ik stream de laatste tijd niet meer zoveel. Dat komt omdat mijn computer een beetje kut doet de laatste tijd. Dat zien jullie ook wel eens met opnames van Minecraft Survival. Het is gewoon best wel naar. Dus dat probeer ik te fixen. Dus dan ben ik nu minder vaak live. Omdat ik dan ook best wel vaak lag heb. En dan vind ik het gewoon niet leuk. Dus dan stop ik meestal gewoon. Maar ik ben vandaag weer live geweest. Dus dat is helemaal nice. Zoals jullie kunnen zien, het programmaatje staat ook nog open. Maar het is echt al, wat is het alweer, een half uur geleden of zo. Dat ik gestopt ben. Want ik moest nog eventjes mijn camera weer opladen. Want die gebruik ik natuurlijk altijd tijdens het streamen. Dus ja. Maar voor de rest, stream ging weer goed. Dus dat is nice. Ik kan wel nog Lego games live streamen. Maar om die alleen maar te spelen vind ik ook een beetje naar. Dus ik probeer ook wel andere games te spelen. Zoals Minecraft en zo. Gaat ook nog wel. Maar ik moet eigenlijk even fixen. Maar ik ben lui. Ook al heb ik vakantie soort van. Dus ja, ik ben gewoon lui. Helemaal kut. Helemaal naar. En ik moet nog steeds dat bord aanpassen. Oef. In ieder geval, ik denk dat ik hier voor de rest maar weer de vlog afsluit. Ik weet niet of hij lang is. Ik heb het wel echt super heet. Want dit ding staat nog steeds aan. En het is gewoon pauper heet de laatste tijd. Ja, ik heb het echt super heet. Ik ga hier in ieder geval de vlog weer afsluiten. Hopelijk vond jij hem leuk. Ik kan hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog. Om natuurlijk 6 uur hier op dit kanaal te zien. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.